Helemaal, vandaag ben ik weer terug op jullie buis en het is een iets andere video dan normaal. Ik ben een tijdje niet online geweest op YouTube. Ik heb niet gepost voor een tijdje. Er waren wat dingen aan de hand waardoor ik nog niet wilde posten. En ik wil even uitleggen in deze video waarom en wat ik wil gaan doen en wat aan de hand was en dat soort dingen. Dus het is een soort mini-update van mijn leven, want ik had ook niet gevlogd. Dus... dat begon in september met dat ik een nieuw baantje kreeg. Ik heb een nieuw baantje. Ik werk nu bij de Pathé, wat super leuk is en waar ik mijn zakcentje van kan verdienen en gewoon lekker kan werken. Dus dat is iets wat nieuw was in mijn leven. Ik moet best wel wennen aan überhaupt gewoon een bijbaantje. Bijbaantjes heb ik niet veel gehad. Ik heb stage gelopen, gestudeerd en in die tijd heb ik gewoon niet veel... andere bijbaantjes gedaan. Dus het was heel anders voor mij. Ik moest veel meer lopen en veel meer lichamelijk werk verrichten dan bijvoorbeeld achter mijn laptop aan het editen. Wat ook werk is, maar het is gewoon heel anders. Dus daar moest ik aan wennen. Ik moest in het ritme komen. Ik wilde graag goed weer terugkomen met mijn video's. Mijn plan voor mijn kanaal is om meer focus te leggen op fashion en film. Fashion zal waarschijnlijk het grootste deel van mijn kanaal zijn. Maar daarbij komt ook gewoon alles wat ik ben. En dat is films, af en toe muziek. Lekker praten tegen de camera. Dingen delen die ik leuk vind. Ik ga weer terug met vloggen. Dus het wordt een beetje een lifestyle, fashion, movies, bla 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 situatie op mijn kanaal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je tips hebt of dingen die jullie willen zien op mijn kanaal, laat me weten in de comments. En I'll try and make it work. Dus daar was ik veel mee bezig. Ik had veel plannen, ik had heel veel ideeën. En ik wilde die graag eerst uitwerken en een beetje vooruit gaan werken met mijn edits. Zodat ik zometeen gewoon rustig aan alles kan uploaden en tussendoor gewoon verder kan werken. Dus vooral gewoon met het idee dat ik niet elke week bezig was met de video voor die week. Of zelfs de dag van tevoren voor een video online moest daarmee bezig zou zijn. Ik wil gewoon rustiger... YouTube kunnen doen en gewoon tijd kunnen steken in mijn edits en in mijn video's en ervan genieten. Want hoe sneller ik altijd die periode afging van, oh kak, morgen moet er een video online en ik ben nu nog bezig met mijn edit en hij moet morgenochtend, ik moet hem nu inbellen. Daar was ik altijd mee bezig met, hij moet morgen online en dan laat je dingen zitten omdat je toch geen tijd meer hebt en af en toe geen zin meer hebt van, ach, hij moet toch online, nou, dan maar dit niet en dan maar dat niet. Dat wil ik niet. Ik wil meer tijd in mijn video's kunnen steken. Ik wil betere video's maken, leukere video's. Ik heb het misschien al vaker gezegd. Maar nu is het moment dat ik er tijd voor kan maken en tijd voor heb. Dus dat ga ik doen. Maar dat is dus ook de reden waarom ik een paar weken niet heb geüpload. In combinatie met minder tijd, omdat ik dus moest wennen aan mijn werk. Aan het werk was. Geen tijd had om dan dat vooruitwerken goed te regelen. Ik ben ermee bezig. En nu is het gewoon het punt dat ik denk van oké, ik ga weer uploaden. Kijk hoe ver ik kom. Misschien is er een weekje geen video. Hopelijk lukt het me om dat ritme op te bouwen. Volgende week beginnen we met een hele leuke video. Woensdag 14 november om 4 uur komt er een hele leuke eerste video online. Ik zelf ben super hyped. Het kostte ook heel veel tijd om deze video te maken zoals die nu is. Dus ik hoop dat jullie die leuk gaan vinden. Vandaar wil ik gewoon super leuke video's voor jullie maken. Dus dat is een beetje het ene deel. Werk, YouTube, combinatie ervan. Gaat nog niet helemaal soepel, maar we gaan het gewoon kijken. We gaan gewoon zien hoe het loopt. En daarnaast, mijn zus had een operatie aan haar borst. En die was daar ook van gevloerd. Nou, dat was een hele situatie die best wel heftig was voor natuurlijk vooral mijn zus. Maar het beïnvloedt toch ook iedereen in het huis. Ro is helemaal oké, maar dat was toch iets bijzonders, iets spannends wat er aan de hand was. Ik had mijn eigen ding, mijn zus was daarmee bezig. Mijn moeder die was heel erg bezig met mijn oma. Mijn oma die was gevallen, ik denk een maand geleden nu. Had haar nek gebroken. Hele vervelende situatie. En oma die leek, het leek alsof oma weer de goede kant op ging. Ik ben nog bij de verjaardag geweest. Dat was de 13e van oktober. Ik heb het nog gefilmd en het was super mooi om oma nog een beetje blij te zien. En het leek alsof oma de goede kant op ging. Maar 3 weken later kwam ik thuis van mijn werk. En mijn zus keek vanuit de deur naar mij met een zielig gezicht. En ik dacht, huh, wat is er aan de hand? En toen bleek dat oma ineens is overleden. Het is niet super ineens, maar voor mij kwam het over alsof het toch heel abrupt ineens was gebeurd. Wat enigszins ook zo was, want ze werd 1 dag van tevoren ziek.
volgende dag was het gebeurd, laat maar zeggen. Dus oma is bij opa en opa. Iemand verliezen is altijd naar. En ik heb eigenlijk nu nog maar mijn opa en mijn oma meegemaakt in... bewust meegemaakt. Mijn andere opa is al een tijdje overleden. Rond 8 jaar volgens mij. Dus toen was ik gewoon heel klein. Dus dat weet ik niet meer zo goed. En dat ervaar je ook heel anders als kind. Maar hoe ouder je wordt, hoe zwaarder juist, ik denk, juist wel zwaarder een verlies gaat vallen. Omdat het veel meer met zich meebrengt. Dus ja, dat was ook heel bijzonder. Ik heb, mijn moeder heeft ons heel erg betrokken in het proces van een begrafenis. En hoe dat gaat. Alle dingen die geregeld moesten worden. Wat heel mooi was. En het was ook heel mooi om samen te komen. Ik kreeg mee van familie die erbij waren bij zeg maar de condoleance en de uitvaart. Dat het een hele speciale uitvaart was. En dat het heel anders was dan normaal. Nou ja, ik heb geen idee wat normaal is in een uitvaart. Maar het was wel mooi om te horen dat ze het mooi hadden ervaren. Ik heb een video gemaakt voor mijn oma met allemaal beelden van mijn oma. Dus dat was ook heel mooi. Voor mij om op mijn manier soort van zoiets te kunnen doen voor mijn oma, laat maar zeggen. Ja, en dus toen kwam ik thuis van mijn werk, gingen we door naar mijn oma. We hebben daar tot 12 uur, of nou misschien niet, 11 uur, heel lang gewoon de eerste dingen besproken wat er met oma moest gebeuren. Want ja, het is vervelend dat iemand doodgaat, maar er moeten ook dingen, er moet ook actie komen, er moeten ook dingen gebeurd worden. Dus dat was eigenlijk die hele week van... ochtend tot avond constant daarmee bezig. Dus dat was ook wel een zware week. Iedereen was kapot. Ben die was verkouden en die stak iedereen aan. Dus iedereen was ziek, iedereen was verkouden. Dus nu zijn we alweer anderhalve week, of nou ja, een week verder. En was ik nog wel ziek geweest van dat hele gebeuren en gewoon vermoeid en whatever. Nu zijn we een beetje uit die maand, zeg maar. Dus een nieuwe maand, een nieuw begin. Ik ben weer beter, dus dat is fijn. Ik ga morgen weer werken. Deze video komt snel online. Dus het was gewoon een beetje een hele gekke, heftige, zware, vermoeiende maand eigenlijk. En vandaar heb ik ook niet zo kunnen werken aan mijn YouTube kanaal als dat ik wilde. Maar we're back. Ik ben gewoon weer terug. Ik ga mijn best doen met al mijn plannen in mijn hoofd. Ik moet ze realiteit maken, want ze zijn hartstikke leuk. Dus dat ga ik proberen. Dat is mijn goal dit jaar met mijn YouTube kanaal. Posten, uploaden wat ik wil. Een beetje uit de comfortzone komen en alle balletjes omhoog houden. Ik ben 20. Vol volwassenheid om me kruipen en het is spannend en eng. Maar dat maakt niet uit, want het komt allemaal goed. We moeten gewoon een beetje leren met hoe we daarmee om moeten gaan. Dus ik neem jullie mee in mijn journey van volwassen worden. Dus ja, laat me gewoon weten in de comments wat jullie er allemaal van vinden. Misschien hebben jullie zelf iets van input over het verhaal dat ik nu heb verteld. Eigen ervaringen of tips of dingen. Ik weet niet wat je wilt. Laat het achter in de comments. Dus ik wilde dat eventjes met jullie delen. Ik ben weer terug, laat maar zeggen. En ik ben weer blij om terug te zijn. En ik hoop gewoon dat ik binnenkort jullie weer kan entertainen met mijn video's. En dat jullie het leuk vinden. Een beetje vernieuwd. Mijn kanaal is soort van in een... vernieuwd tijdperk. Ik bedoel, ik ben niet meer het meisje van 2 jaar geleden, 3 jaar geleden. Er zijn ook kijkers niet meer die ik toen had. Dus dat moet gewoon allemaal een beetje opgebouwd worden weer. En ik heb er zin in. En ik hoop dat jullie mee willen gaan in deze journey. En ja, nou ja. Dan heb ik gewoon even uitgelegd aan jullie wat er allemaal aan de hand was. En dan hoop ik jullie dat jullie dat begrijpen. Dus ja, zie ik jullie snel weer. That's right.